dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag een techniekles waarin ik het stukje behandel van een aspidistrablad. Wat moet je doen? Je hebt een aspidistrablad nodig en die scheur je met je nagels even door midden in het midden van het blad. Zo heb je twee kanten. Dan buig je één kant en je draait hem ook gelijk. En die andere kant doe je dat ook. En die draai je ook. En die doe je aan de andere kant langs. En zoals je ziet krijg je dan een strikje. En dan pak je een ijzerdraadje van 0,6. Die buig je er omheen. Trek je hem even goed strak. Dan zit je strikje straks mooi stevig. En de onderkant draai je er weer omheen. En zo heb je een mooi strikje om te verwerken. Nog een keer. Je pakt een aspidistrablad. Doe een beetje nagels eventjes doormidden. Als je het lastig vindt, kun je het ook met een mesje doen. Draait het blad. Aan de andere kant draai je ook het blad. Dan hou je met een vinger vast. Pak het ijzerdraadje, die doe je eromheen. Trek hem even goed strak. En de onderkant maak je hem weer vast. En zo heb je het aspidistra strikje. Succes!